morgen, morgen. Zegt de Rozenburg, de nieuwe prins. Dank u. Hallo, Max. Hey, weer visite. Hoi. Goedemorgen. Hoi hoor. Je mag naar boven. Nou, kijk, ik ben heel slank. Ik ben zelf ook wel een beetje onder. Ja. Kind aan huis, Annette, toch? Ze konden weg en ik denk, nou, ik ga het niet redden. En ik geef het telefoontje na, dan is eigenlijk nog nooit voorgekomen dat jullie nee hebben gezegd. Dus dan blijven ze altijd even wachten. Nou, dat is wel fijn, grandioos eigenlijk, toch? Ja. Helemaal in het begin, weet je nog, ik zag jou net wegvaren. En toen zei hij, oh, is wel geen probleem, kom ik toch even terug. En ging hun zacht eruit. Weet je dat nog? Dat was helemaal in het begin. Nee, je bent deugend niet, jij. Het is ondeugend, hè? En dan... Ik moet vastmaken. Bij mij? Oh, dat ging ik uit. Ja, daar ga je. Maar normaal vlieg je in mijn schoot. Ik heb namelijk een hier, zo, ik heb een soort wipstoel hier. Kijk, van alle kanten uit zo. Meestal vlieg je in mijn schoot. Soms. Het is zelfs zo veilig, deze stoel, dat als het te heftig wordt, dan word je afgeschoten. Dan zie je in één keer zo bij je... Woep. Nou, doe de klep weer dicht, schat. Ja, dat is een beweging over. Ze doet de klep dicht. Oh. Ik weet niet of je eraf wil. Ja, ik wil eraf. Ik ga werken. Ja. Nou, dag heren. Doei. Goedemorgen. Ja? Ja. Ed? Pomp aan mij. Ook dat doen we zelf. Maar wij eerst voerden we in Dordrecht. Hadden we allemaal gewoon kapiteinsuniform. RET wil geen scheiding hebben. Tussen strepen en geen strepen, met een bus of met een tramchauffeur of een metro. Niemand heeft het bij de RET. Ja, het hoort niet, maar nou ja, het ziet er netjes genoeg uit. Wat dat betreft hebben ze wel een mooi uniform bij de RET. Het is duidelijk. Oké. Okay. Ik heb het even zogenaamd gedaan. Dag, schoonheid. Dag, schaap. Nou. Zijn jullie getrouwd? Alleen als we aan het werk zijn. Wat is het voor man, Ed? Eerlijk wezen. Eerlijk wezen, het is nogal een explosief mannetje. Fanatiek. Dit is echt ons spul, maar vooral Ed's bootje. En ja, gewoon fanatiek. En daar hou ik wel van, eigenlijk. Dat is echt ons kind, is dit. Dat... Dat kan je ook niet vertellen hoe dat komt. Dat zit gewoon in je. Het hele varen zit altijd in je. Ja. Dat heb je, dat zit van binnen. Wij zijn ook niet geschikt op een bus te rijden. We echt ergens tegen worden wij. Houd toch op. Wij zijn watermensen. Nou, toen ik van de week door de stad reed... en er kwam er zo'n tingelende tram aan... en toen flitste het zo door mijn hoofd... Hé, dat is een collega van me. Dus dan gaan we langzaam de goede kant op. Ja. Weet als die pijl naar links gaat, dan moet je de buitenbrug, hè? Ja. Dames en heren, dit is een lesvoertuig. Niet instappen aan UB. Er zijn best wel wat mensen die ik heb opgeleid. Dus dan zit ik op een lijn, nou, de hele tijd zwaaien. En dan, oh, dat is ook weer één van mij. Dat is hartstikke leuk. Zeker als ze het goed doen. Dus dat het fijne mensen of fijne collega's worden. En ik hoop, want dit is de laatste dag met z'n drieën zo, vanmiddag. Ik hoop gewoon als ze los zijn... dat het hele fijne bestuurders worden. En dat ze af en toe mijn stemmetje horen. Het is toch een stukje van mij wat ik aan hun geef. Is
Zegt de Rozenburg, de nieuwe prins aan de Edskade voor de Berghaven. Dank u. Wat Ed doet, ja, dat is gewoon jarenlange ervaring. De kapiteins die wij in opleiding hebben, daar schrikken je soms helemaal dood van. Ja? Ja. Wat zie je dan? Nou, we knallen gewoon overal op. We knallen alles eruit en de bolderpennen vliegen om je oren. Annetje! Goedemiddag! Nou, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Wij toe. Kom, dame. Zo. Zullen we eens even voorstellen, onze Muriel, onze aspirantkapitein. Van de winter wordt ze opgeleid en dan moet ze van de zomer gaat ze meedraaien in de dienst. Als het goed is, in schoonheid. Ja, meneer Schipper. Ja, meneer Schipper. Ja, je wordt onze eerste RET-kapitein gaat dit worden. Hè? Ja. Inderdaad, ja. En dan nog als dame. Ook als mannen? Ja. Toch? Zijn niet zo eigenwijs. Even zelfs koppie. Zo nu, nou moet je hem een beetje dimmen of afremmen. Maar het is wel goed dat we zo iemand in onze midden hebben. Want die trekt gewoon de kar. En als we het niet goed doen, krijgen we allemaal op ons donder. Ja. Ja, je bent nog strenge man ook. Ja. Je bent hier gewoon 200% of je komt hier gewoon niet. Dan hebben we niks aan de mensen die de kantjes die hier aflopen. Dat doet het prima. Ik ben niet zo'n streepje dat ik een 10 haal, maar ik vind een 8 wel leuk. Geen 6? Nee, geen 6. Nee, dat doen we niet voor. 6, dat doen we niet aan hier. Gaat vandaag wel wat minder, hè? Gisteren ging het beter, Akka, hè? Klopt, maar dat komt omdat ik vandaag jarig ben, hè? Oh, is dat het? Heb je al gefeest? Nee, nog niet vanavond. Oh. En je moet morgen vroeg beginnen? Ja. Ja. Met de 6 krijg je hetzelfde salaris als met de 10. 5,6. Dat is ook een 6. Dat is deze generatie, toch? Ja. Die zijn met het minimale tevreden. Mijn dochter thuis doet het ook niet, hoor. Hij is net mijn dochter. Ja, ik ben van de patatgeneratie. En hij weet het allemaal wel. Of zo, hè, maar. Kapsalon. Kapsalon. Ja. We staan niet geïsoleerd, dus de beugel moet er tegenaan. Oké, nou, doe hem maar omhoog dan. Hoe lang werk je al bij de RET? 13 jaar bijna. Volgende maand 13 jaar. Dus dat is best lang. Dus ik kan wel zeggen dat ik eigenlijk wel volwassen ben geworden hier. Ik was toen helemaal wel een beetje een mannenmaatschappij. En ik was nogal verlegen en een beetje bleu. Ik weet niet waarom, want ik had wel dingen meegemaakt. Maar het is wel een leuke wereld, hoor. Kijk, ik denk dat ieder mens ook wel die maakt natuurlijk ook vervelende dingen mee. Dus dan ben je misschien wel wat neerslachtiger of wat somberder. Maar een mooi leven zo. Dat is mijn man. Waar? Daar. Die stuurt hem nu. Ja. Die is loods in de Rotterdamse haven. Dus met een beetje geluk ga ik hem dadelijk even voor zijn sokken varen. Hij blaast zelfs voor ons. Het water zit in je bloed. Het vader blijft altijd roepen. Bij mij thuis werkt iedereen in het water. Dus het water is een soort van rode draad door het leven heen. Dat varen, daar krijg je er nooit meer uit. Dat is echt dat. Mij moet je helemaal niet in de file zetten, want dan zou ik helemaal knettergek worden. Dit is heerlijk, dit is vrijheid, dit is. Ja. Dit is het gewoon.
alles wat ik nu heb, heb ik zelf opgebouwd. Ik ben zeg maar met niks bij mijn ex weggegaan, met mijn kind onder mijn arm, met niks. Ja, toen begon natuurlijk het leven opnieuw. Dus dat... Nou, en ik had ook niks. Maar ja, ik heb nu alles wat maatje begint. En zeg zelf maar, verdiend. Allemaal zelf verdiend. Dat is toch gaaf? Dat is hartstikke gaaf. Maar ja, ik kon ook niet zo goed inschatten hoe trots ik daarop kon zijn. En dat is eigenlijk pas sinds een jaar of zo. Dat ik denk van, zo, als ik naar die meid kijk... Leuk. Het is wel allemaal... Ja, ook veel hulp van mijn ouders. Zonder mijn ouders had ik het nooit kunnen doen natuurlijk. Maar er zit weinig inbreng van die vader bij. Precies. Het is wel een mooi mens geworden. Ja. En mijn leven is nou eenmaal zo gelopen zoals het is. Ja, en daar zitten hele leuke kanten bij, maar ook minder leuke kanten. En uiteindelijk heeft dat me wel gemaakt tot wat ik nu ben. Op die dikke paal afvaart, zo met dat hoekje. Dan kun je hem enkel een beetje naar buiten sturen en dan kom je altijd uit. Dit is mooi, andere kant op. Nou. Ja, prima. Prima gedaan, Muriel. Het allerleukste van de tram vind ik toch wel dat je kan naar de mensen kijken alsof het een gratis blijdorp is. Dus het is gewoon, ja, gewoon geweldig. De ene is nog gekker dan de ander.